Oh, politie. Oh. Wij liggen gewoon met ons hoofd bij een gastank. Als dat ding ontploft. Ik zeg heel eerlijk, het zat me de laatste paar... Jullie merken het natuurlijk niet, maar het zat wel een beetje aan me. Het dreigmails ook. Je zou hier maar wonen en ineens dit uit je raam zien. Want ik kan precies niet meer aan. Lamborghini! Hey mensen van Monsjoep, holy shit, we gaan nu officieel beginnen met de zieke vakantievlogs. En dit is niet zomaar iets, we gaan naar Parijs toe, we gaan naar een Coldplay concert, Paradise. En jullie gaan je afvragen hoe we daarheen gaan met de Raptor en waar gaan wij overnachten? Wij gaan overnachten onder de Eiffeltoren met de Raptor op een matras. Hoe ziek is dit? Zijn jullie nou ready? Like dan zeker deze video voor de vakantievlog. En dan zeg ik één ding, let's go. Nou witte lopende kumplekken tot over een week. Joejoe. Nou, jou ga ik ook missen. Oké, ik ga al weg. Sorry. Doei Raptor. Wacht. Oh, die gaat mee. Doei Monster Beta. Mij, Kosbrommer. Wij gaan dan nu officieel de reis starten naar Paris. Shit. En de vakantievlogs gaan beginnen. Nou onze kijk, onze eerste stop en wij zijn bijna in België. Hoi. Probeert hier een vrachtwagen te slapen. Twee van die randenbielen. Maar ja, nu is het even mijn beurt, want zoals jullie weten, ik ben 18 jaar en ik mag nu gaan rijden. Dus paps is even gestopt en ik moet gaan rijden, klopt man nu. Maar wel in de Ford Raptoranus. De officiële eerste tankbeurt is een feit. We zijn 6 kilometer verwijderd van de grens in België. Hier staat Monstertube. Met hand in de zak. Kijk, nu gaat hij eraf. Kijk, wat een knal. Oh. Schrok jij daarvan? Nee. Nee. Nu sta je bij zo'n elektrische paal. Maar kan iemand mij uitleggen hoeveel je betaalt voor zo'n elektrische paal? Want ik heb geen idee. We hebben allebei een gehaktstaaf nu. En lekker Riels brengt die. Oké, Monster Gang, er komt nu momenteel Lamborghini aan. Holy tieten. Oh, holy shit. Wat ze toppen van claustrofobie hier in een tunnel rijden met allemaal randenbielen om je heen. Wij zijn nu officieel in Gent aangekomen, in België. Dus voor alle Belgische fans, dik shout naar jullie. En we gaan sowieso een keer een brommervlog in België doen. Gent, laat je horen. Monstertube. Monstertube. Hey. Kijk dan hier, we hebben hier een dikke kerk. Dit is volgens mij best wel een centraal punt hier in Gent, die kerk hier. Nou, Monster Gang, wij zijn nu officieel in Frankrijk aangekomen. Petit merde. Bonjour, mi poupou, mon amour. Nou, maar zoals jullie weten, we hebben echt een hele lange reis. We zijn bijna in Paris en we weten nog niet waar we gaan overnachten. We zien het wel, we hebben toch wel een rijdend huis. Want als we ergens staan, zoals hier, kunnen we gewoon in de achterbak gaan slapen. Want er zijn een matrassen. Doe je de klep open, boom, gewoon een huis. Ik was hier natuurlijk op de heenweg samen met Paps. En dan zit je natuurlijk zo'n hele reis. Ik zei dus gewoon zo tegen Paps van waar ik dus een beetje mee zat. Van ja, ik heb nu de 30k abonnees natuurlijk. En jullie weten dat de laatste tijd zo hard zijn gegroeid. En nu zitten we momenteel op 32 of 31k. Ik weet het zelfs niet meer. Het gaat zo snel en er komt veel meer shit op je kijken dan eerst natuurlijk. Ik zei gewoon zo van, ja, sinds ik vroeger de 10k had, voelde ik me haast wel gelukkiger dan nu. Dat is natuurlijk niet, want ik voel me keigelukkig nu, kan niet beter met 30k en 32k. Maar moet er wel zeg maar een beetje overheen komen. En daar bedoel ik dus bij, vroeger met de 5k abonnees, toen was het leuk en alles. En ja, 5k leuk. En dan zat je nog voor te editen en alles. Ik kwam er niet zoveel bij kijken. Nu met 30k, 32 zitten we momenteel. Misschien als deze video online komt, zit die op 40k. Want het gaat echt 10.000 abonnees per maand er gewoon bij nu. Is echt waanzin. Wat ik dus wou vertellen, wat ik dus zei, ik kreeg best wel wat dreigmails ook binnen. En via DM en via Insta vind ik het nou nog niet zo erg. Maar ik had het dus met mijn vader over. En mijn vader runt dus een bedrijf en had mij hele goede tips ervoor gegeven. En ik zat daar best wel een beetje mee. Want ik ben een persoon die alles in me propt. Ik ben echt een persoon die alles in me propt. Daarom krijg ik zoveel fucking bloedneuzen. Dat is niet normaal. Maar ik ben echt een persoon die alles in me propt. En sinds de laatste paar maanden heb ik een beetje uitgegeven dat ik het inproppen van mezelf niet meer doe. En dat ik het een beetje meer aan mijn ouders vertel. Ik zat daar vroeger echt heel erg mee. Ja, vroeger, nu. Ik krijg die dingen nu vooral met de 30k. En ik zat daar echt mee. Dus ik had het even met mijn vader besproken. Beste gesprek ooit. Het lucht zo erg op. Gegarandeerd dat ik vanavond geen bloedneus krijg ervan. Gewoon één ding wat wij ook altijd zeggen. Dat komt van de Spider-Man scène. With great powers comes great responsibility. Goede power komt veel verantwoordelijkheid. With great powers comes great responsibility. Great powers come with great responsibility. Maar ja,
we zijn nu eindelijk in Frankrijk en ik voel me echt er opgelucht mee. Want ik zeg heel eerlijk, het zat me de laatste paar... Jullie merken het natuurlijk niet, maar het zat wel een beetje aan me. Laat ik het zo zeggen, YouTube moet leuk blijven en je moet er geen slapeloze nachten van krijgen. Ik ga mijn slipper keihoog in de lucht gooien. Hey! Wow! Jeetje, bijna op mijn kamer. Kijk, Monsterkijk, ik vind na al het gekke wat wij doen op de vlogs, kan het misschien ook wel soms even een beetje dat we een beetje serieus over een bepaald onderwerp praten. Als je daar ook mee zit, laat het ook even achter in de comments, want ik kan jullie daar natuurlijk ook gewoon bij helpen. Oké, heel veel van jullie wisten niet dat ik dit trucje kon. Het is een soort van randebielachtige frontflip. Ik weet niet hoe je het wilt noemen. Vlak, flik, vlak. Weet ik veel wat. Ik ga het even doen, ja? Wow. Pijn, jongen. Oh. Oh, politie. Oh. Ik laat jullie nu even zien hoe het monsterhuis er nu nog uitziet en hoe die er zo uitziet. Namelijk nu. Boom. Kijk dan even hoe ziek ziet dit eruit. Zon vol je bakkes. Vol je me. Monster Gang, waar wij ineens achterkomen na 2 jaar sinds wij de Ford Raptor hebben. Kijk nou hier. Het is gewoon een ledstrip, joh. In de bak. Gewoon een ledstrip, gast. Holy shit. Ja. De bediening zit wel aan jouw kant. Ik wil aan deze kant liggen. Nee, ik wil aan die kant. Nou, Monsterkijk, jullie vragen je af van hoe deze nou ingepakt wordt, zeg maar, ons bed. We gaan even inpakken. En wegwezen. Inpakken. En wegwezen. Zo. En... Klep dicht. Deze flapdingen flaphalen ze. Zo. Die gaan erop. Zo. En boom! Hatseflat! Hatseflat! Of niet, jongen? We gaan naar de volgende locatie toe en dat is richting Paris! Parijs, let's go! Zoals jullie nu zien staan we echt ergens in the middle of nowhere. Zoals jullie volgens shot zagen ergens bij die trein. Kom op, toeteren, toeteren. Ja, toeteren! Wij zijn aangekomen bij camping municipal. Of moet ook even. Nou, wij staan hier dus met de auto geparkeerd. En zoals jullie hier zien, dit is de receptie. Super leuk, super klein ook. En dan kom je hier binnen en dit is het hier. We hebben dus hier een Franse kijker, super tof. En hij gaat dus in het Frans zeggen, abonneer op MonsterTube. Dus hier komt het. We hebben nu ook camping de Provence, om 80 euro. Merci, merci. Dus dat was het in het Frans. Ik kan nog een beetje Frans. Dit soort momenten wou ik nog beter mijn best deed op school. Want ik kan het god nog nu helemaal niet. Maar super tof. Shoutout. We zijn nu bij een leuke plek aangekomen. Want we gaan nu even vreten. Maar ik ga jullie straks laten zien hoe onze campingplek eruit ziet. En holy shit. Ik ga nog niks verklappen. Maar het is zo leuk. Oké, dan kom je hier aan. Of bij een Franse steakhouse. Of bij McDonald's. Die van binnen wil ik natuurlijk McDonald's. Maar we gaan bij Franse steakhouse eten. Nou, Monster Gang, wij zijn nu aan het vergeten. We zijn hier ergens in Frankrijk. En kijk even wat een beautiful van een uitzicht hier ook hebben. Daar, dat uitzicht. Echt super ziek. Daar is de McDonald's nog steeds, maar maakt niet uit. En we zijn aangekomen bij onze aderdichtvat. Sweet Home Alabama, baby. Nou, net waren wij dus daar achter aan het vreten. En wij gaan hier nu een ijsje vreten bij de McDonald's. Nou, we hebben een McFlurry besteld. En hoe ging het? Echt een drama. Ze hebben hier niet eens borden van wat je wil bestellen. Besef hoe raar deze McFlurry's zijn. We hebben onze aderen dicht gevet met McDonald's natuurlijk. En als je al nu op een afstand kijkt, dan zie je de Monster Out. En dan zie je MonsterTube ook gewoon al best wel goed. Dit is een wide lens. En wie loopt hier? En wie loopt? Daar een of andere randebiel. Net zoals ik. Je zou hier maar wonen en ineens dit uit je raam zien. Holy fuck. En niet alleen dat hier iemand staat hoor. Nee, niet alleen dat. Hier staat er ook nog eentje. Die is nog enger. Besef even hier. Dit is gewoon by the way een school. Echt een superleuke school hier. Maar... En Monster Gang, wij zijn aangekomen op de hotel op de campingplaats. Ja, super ziek. Het moet wel wat stilletjes zijn natuurlijk, maar ik laat jullie even hier rondzien, want het is super ziek hier. Het is wel natuurlijk weer chloorwater. Ik dacht, ik ga even water drinken. Compleet chloorwater hier in Frankrijk, maar jullie herkennen het vast wel als jullie op vakantie gaan. Maar echt nog nooit zo makkelijk was het om een bed te krijgen in de middle of nowhere. Blijkbaar heeft de Raptor gewoon ledstrips aan. Nou, hoe ziek is dit? Gast. En hier en die dan? Ook? Holy shit, check dit dan. Wij liggen gewoon met ons hoofd bij een gastank. Als dat ding ontploft, dan heb je gelijk een onthoofding. Bro, jij bent een held. Kijk dan, hij is gewoon geabonneerd alles. Kijk dan, ze zijn gewoon een brommervlog aan het kijken van mij. Wat een held. Hier in... Lekker man. Er zijn hier allemaal mensen die naar de auto aan het kijken zijn. En die hadden we dus net aangedaan. Hier, alle lichten hebben we nu aan, zoals jullie zien. En er is een publiek hier wat allemaal aan het kijken is. En ze waren ook allemaal aan het fotograferen. Nou, ik ga hier die kleurtjes aandoen. En dan kan de Raptor dus ook op kleur veranderen. Nu de 7 kleurtjes aanzetten, dan zie je de auto dus. Lijkt hier wel een show, hè? Ik weet niet wat mij overkomt. Ik kan psychisch niet meer aan.
Jij? Jawel. Zo ziet het er overdag uit en zo ziet het er 's nachts uit. En boem ons gang, wij zitten nu hier te slapen en honderden mensen op bezoek. Ik heb niet alles gefilmd, maar echt continu mensen die zaten te filmen en foto's te maken. En er zat letterlijk één kind, zat 2 uur lang continu zaten daar te praten met YouTube-filmpjes aan te bekijken. Terwijl die Frans was. Maar onze gang, morgen gaat het grote avontuur beginnen. Dan gaan we naar Parijs toe. En dan komen de Coldplay-concert komt eraan. Hebben jullie nou genoten? Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. En dat is morgen. Bye bye.